Identiteitscrisis. Zo, en hoe willen we het hebben vandaag? Een beetje bijpunten graag, zoals altijd. Denk je niet dat het eens tijd wordt voor wat anders? Hoe dan? Iets meer beweging. Een kapsel dat mensen aanspreekt. Waarom kijk je naar mij? Mijn kapsel houdt zijn mond. Zoiets als dat? Is absoluut wat anders. Maar wel kort. Niet ieder hoofd kan de houthakkerscoop hebben. Maar met jouw kaaklijn moet het kunnen. Maar als het nou niet bevalt. Weer lang haar kweken duurt eeuwen. Ja, je was al zo overstuurd toen Samsons vacht te strak was getrimd. Ik wil niet dat mijn hond voor joker loopt. Nee, ik hou het wel bij het oude. Man, wat een koep die Christy. Zeker, haar nieuwe kapsel is absoluut uniek. Ik ben ook pas geknipt. Waar dan? Ik zie echt niks nieuws. Oh, dit is een halve centimeter korter en een beetje geveund. Ik denk dat ik onze week voor de kappers ga. Wauw, wat ziet Christy er goed uit met die koep. Je had me toch moeten overhalen. Wat? Je zei zelf, dat ben ik niet. Ja, ik zie jou niet zo snel zoiets drastisch doen. Wat bedoel je? Ach, je bent nou niet bepaald avontuurlijk. Gezeur. Oh, Sharon, je gebruikt al jaren hetzelfde tandpasta-merk. Je neemt niet graag risico's. Blijf je horizon verbreden. Waag een gokje en verras jezelf met je creaties. Die stagiaire is nogal vreemd, vind je niet? Ik vind haar ergens ook wel cool. Ik heb nog nooit zo iemand gezien. Klopt. Ik wist niet dat leraren op blote voet mochten rondlopen. Toen ik besloot een tattoo te laten zetten, was dat best wild van mij. Ja, als je het had doorgezet. Het werd toen toch een oorpiercing? Ja, ik veranderde van gedachten. Sure, reuze spannend. Werk niet zomaar met de klei. Voel de relativiteit en creëer dan ruimte voor jezelf. Oké, hier kan ik toch geen chocola van maken. Sharon, iets langzamer graag. Sharon! Niet goed, lijkt me. Geweldig! Echt waar? Iedereen hier maakt een vaas, maar jij gaat linksaf. Dit is kunst. Oh ja? Oké. Slechts weinig wezentjes van jouw leeftijd hebben het lef om linksaf te slaan. Ik was natuurlijk niet bewust linksaf geslagen, maar het leerde me wel iets over risico's nemen. Ik was dan wel geen homp klei, maar ik was wel klaar om aan alle kanten verkneed te worden. Ik weet dat je vrijdag pas jarig bent, maar ik heb vast iets voor je ingepakt. Ik hoop dat je de bon hebt bewaard. Die colafles is onderweg ontploft. Ik heb het zelf gemaakt. Het is een vaas. Het is prachtig, lieve. Dank je. Een vaas die enkel moeders bekoort. Hij begrijpt die dingen niet. Rechtlijnigheid. Hou op, pubers. Genoeg. Bekvechten is slecht voor de spijsvertering. Het is maar een aardigheidje. Wat wil je voor je verjaardag hebben? Een lekker dineetje bij Bistro Oceano met mijn kinderen. Mam, dat doen we ieder jaar. Wil je niet eens wat anders doen? Nee, niet per se. Je moet leren wat spontaner te worden. Zoals de juffrouw. Die is ooit op haar verjaardag zomaar naar het vliegveld gegaan en heeft het eerste het beste vliegtuig genomen. Ze wist zelfs niet eens waar ze naartoe vloog. Fantastisch, lieverd. Mag ik misschien even het zout? Ja. En een jaar daarna heeft ze bij wijze van verjaardagscadeau een jaar niet gesproken. Kijk, dat is een leuk cadeau voor jouw verjaardag. Die juffrouw lijkt me inderdaad heel interessant. Maar ik zit gewoon veel liever in een rustig restaurant, samen met alle mensen waar ik van hou. Ik heb de hoop dit jaar min of meer opgegeven. Dat wordt wederom een flop. Mam probeert nooit eens iets nieuws. De kok heeft hetzelfde probleem. Deze veggieburger ligt hier al een eeuw, volgens mij. Die vrije geest heb ik vast van mijn vader.
Slecht nieuws. We hebben een softbalteam samengesteld. Volgens de regels moeten er evenveel jongens als meisjes in. Er moet nog een chick bij. Doe ik. Je haat softbal. Dat kan Sharon af en toe toch heerlijk onvoorspelbaar zijn. Zo, het is 2 uur en ik heb al 3 spontane dingen gedaan. Maak jij een lijst van de spontane dingen die je doet? Je moet je vrije geest toch organiseren. Kijk, de juffrouw. Hi! Ze eet op de grond? Die is maf. Nee, ze houdt van culturen. Zo eten ze ook in Japan, Dombo. Nou, bij mij thuis gaat het zo. Eerlijk is eerlijk. Hij is uniek. Kijk niet alleen naar de bladeren, maar word één met de bladeren. Voel hoe de wind je langzaam optilt. Voel je je vrij? Nee, kotsmisselijk. Je moet erin komen. Volg de wind. En jouw gevoel is de realiteit, Sharon. Zeg juffrouw, wanneer gaan we nou gewoon iets leuks tekenen? Je kunt geen boombladeren tekenen als je niet weet hoe een boomblad zich voelt. Diep van binnen. Roy had gelijk. Dat mens is niet helemaal lekker. Zet je geest open voor nieuwe dingen, Maria. Zoals de juf en ik dat doen. Ah! Sst, horen jullie dat? De bomen lachen. Ja, om ons. Vergeet jullie huiswerk niet. Ik wil dat jullie iets maken dat de essentie van wind uitbeeldt. Mevrouw, ik wil graag even zeggen dat ik de manier waarop u naar veel dingen kijkt heel erg bewonder. Ashanti. Dat is Swahili voor dankje. Nederlands is toch zo'n saaie taal. Oh, dat klopt. Wat zijn dit? Uitnodigingen voor mijn expositie. Neem er maar in mee. Dus dan ben ik uitgenodigd. Dank, ik bedoel... Ashanti. Kom hier, man. Laat mij je helpen. Nou, fijn. Oh, sorry. Sharon, kun jij even helpen? Tuurlijk. Is het nu alweer carnaval? Ik ben mijn horizon aan het verbreden. Door je maf te verkleden. Je lijkt wel gek. Zoals die docenten. Die is niet gek. Die is fantastisch. Echt waar? Ja. Ze is zo vrij en onvoorspelbaar. Net als ik. Ja, ja. Fijn dat je er graag mag, lieverd. En fijn dat ze je zo inspireert met nieuwe ideeën en stijlen. Maar... verlies jezelf alsjeblieft niet in dat proces, hè? Jij begrijpt die dingen niet. Je bent bekrompen. Hallo? Het is jouw schuld niet. Jij zit vast aan regels en schema's. Je bent de spontaniteit verloren. Ik was ook zo voordat ik de juffrouw ontmoette. Praat eens met haar. Ze kan je echt helpen. Weet je? Laat haar op je verjaardag komen. Ze zal je inspireren zoals ze mij inspireert. 1 inspirator is anders wel voldoende in de familie. Luister, ze zal het beste verjaardagscadeau zijn dat je ooit hebt gekregen. Wat kopen we voor mam? Oh, relax. Dat is pas over 2 dagen. Jij maakt anders je Sinterklaaslijstje al in juli. Ja, maar de nieuwe ik vindt dat we vrijdag lekker onze intuïtie moeten volgen. En doen wat in ons hoofd opkomt. Ga weg. Adams hoofd denkt aan eten. Straks krijgt ze een biefstuk. Misschien een kooltrui. Of een psychologieboek. Oh, jullie denken veel te weinig linksaf. Wat bedoel je? Gooi het stuur eens naar links. Draai je ideeën om. We moeten mam gaan leren invoegen op een nieuwe weg. Geven we haar rijlessen? Nee. Denk aan tapdanslessen. Of een excursie naar de Alpen. Die dingen zijn niet aan haar besteed. En dat bedoel ik nou. Oh, jullie moeten leren creatief te denken. Hoe? Door je een boomblad te voelen? Van wie heb je dat gehoord? De laatste roddels. Best, zoek het dan maar uit. Maar kom wel met iets unieks. Joost en ik bedenken wel iets. En dat zal beter zijn dan die vage voorstellen die jij net doet. En ze wil je zo graag ontmoeten. Jij bent de bron waar ze al zo lang naar op zoek is. Zeg maar dat het een eer is om met haar jarig te mogen zijn. Tof!
Nodig jij daar nou net de juffrouw uit voor je moeders verjaardag? Oh boy, omgaan met een leraar betekent het einde van je sociale leven. En dat mens heeft iets opgelopen. Er is niks geks aan haar. Tja, het is een artiest, hè? En artiesten beleven dingen anders. Weet je, ik hoorde dat ze enkel met haar rechterhand eet. Dat doen ze in India. En we mogen de kleur blauw niet meer gebruiken. Dat is zo'n flauwe kleur. Ik hoop dat jullie op een dag ook zien hoe cool ze is. Je gedraagt je alsof jullie een tweeling zijn. Je praat als haar, je kleed je als haar. Ze inspireerde me gewoon om mijn kledingkast anders te gaan zien. Ja, als een blinde. Heb je een broek bij je? Zo kun je echt niet gaan softballen, hoor. Oh, ik kan ook niet. Ik ga naar de opening van een expositie. Wat? Maar dan hebben we niet genoeg spelers. Het hele team wordt geschorst. Het spijt me. Maar ik voel er even niks bij. En ik moet gaan waar mijn ziel me naartoe wijst. Niet te geloven dat u dit allemaal hebt gecreëerd, juffrouw. Wat bent u getalenteerd? Ashanti, wat een mooi compliment. En aangezien we niet op school zijn, zeg jij maar Vivienne. Oké. Vivienne. Ik haat termen als juffrouw en u. En het schoolsysteem zit vol met regels die de ware essentie van het leven verhullen. Mijn moeder probeert ook mijn essentie te verhullen met regels. Dat is zwaar voor vrije geesten zoals jij en ik. Oh, ik ben op. We gaan lekker sluiten voor vandaag. Wat denk jij, lieverd? Sst. Ik praat tegen mijn beelden. Oh, tuurlijk. Als je kunst tot leven wil brengen, moet je ermee omgaan alsof het al in leven is. Lijkt me logisch. Geregeld. Zullen we ergens een drankje gaan nuttigen? Oh, vraag je dat aan mij? Goed plan. Ik neem denk ik de rozemelk. En ik neem de salie-thee. Oh, dit liedje ontroert me zo. Oh, zo vrij als jij bent. Mijn moeder zou hier nooit zo gaan zitten. Dat is jammer. Op muziek bewegen voorkomt dat je vastroest. Jij moet haar echt snel ontmoeten. Mijn moeder zit namelijk muurvast. Oh, ik hoop dat ik kan dansen op haar feestje. Muziek brengt mijn ziel in extase. Vivienne? Ik was klaar voor spontaniteit, maar niet voor vernedering. Ik begon me langzaam te realiseren dat met Vivienne omgaan een grote vergissing was. Hey, wacht nou! Oh, mevrouw Vaag ziet haar vrienden zowaar weer staan. Moet jij vandaag niet spontaan naar Rome of naar dromedarisrijles? Jullie moesten het softbalteam laten schieten, hè? Maakt het jou wat uit? Nogal. Ik heb jullie laten vallen. Ik ben een waardeloze vriendin geweest. Ach, dat valt ook wel weer mee. Hallo, luister je naar me? Wat? Oh, natuurlijk. Oh, sorry. Wij zijn niet interessant genoeg om naar te luisteren. Nee, dat is niet waar. Echt niet. Het zal wel. Zeg, jouw feestje is misschien toch leuker met alleen familie. Maar Maria komt toch ook altijd? Ja, Maria komt ook wel, hoop ik. En die Vivienne dan niet? Niet noodzakelijk. Ik dacht, je zag het eigenlijk niet zo zitten. Het spijt me een beetje. Ik had mijn mening al klaar zonder haar ooit ontmoet te hebben. Ja, maar... Ik vertrouw op jouw mensenkennis, schat. Ik wil haar heel graag ontmoeten. Ze lijkt me echt een boeiende vrouw. Dat kun je wel zeggen. En, waar wilde je me over spreken? Over mijn moeders feestje. Ik heb een lekker lied voor haar geschreven. En je weet wat lekkere muziek allemaal met me doet. Dat is jammer, want mijn moeder gaat geen muziek draaien. Dus je gaat het vast nogal saai vinden. Ik weet hoe je de pest hebt aan saaiheid, dus ik
Ik begrijp het best als je niet komt. Sharon, ik wil spontaniteit, maar ik zeg nooit afspraken af met vrienden. Je meent het. Ja, ik laat je niet zitten. Muziek of geen muziek, ik ben er. Oh, mooi. Mijn moeder haat verjaardagen. Ze wordt doodziek van dat ze ouder worden, dus nu belt ze dus iedereen maar af. Ach, ik heb nog een boel werk liggen. Toch, Harry? Ah, een spontaan nieuw mode-ideetje van de juffrouw? Nee, ik kom softballen. Ik wil graag meedoen met het team. Als ik nog mee mag doen. Oh, ik weet niet. Ik zal erover nadenken. Kom op, Maria. Ik zal er iedere wedstrijd zijn, hoor. Ik ben misschien niet de beste speler, maar wel fanatiek. Oh, ik kan nooit lang boos op je blijven. Hé, hey, dragen Vivienne en jij dezelfde kleren op je moeders feestje? Oh, nee. Vivienne komt niet. Waarom niet? Tja, ik heb gelogen. Ik heb haar gezegd dat het feestje niet doorging. Hoezo dat? Ik moest wel, joh. Je had gelijk, dat mens is volslagen gestoord. Geloof me maar, Maria. Ze is meer van de wereld dan ik dacht. Sharon? Ze gaat zich vast verliezen in spontaniteit, en plein publiek. Ik zou sterven van schaamte. Ja, een beetje zoals nu. Ik begrijp hoe je je voelt, Sharon. Maar waarom moest je tegen me liegen? Ik weet het. De meesten vinden me vreemd. Ik wil niemand voor schut zetten. Ik zie de wereld vanuit een ander perspectief. Dat maakt mijn leven en mijn kunst leuker. Ik dacht dat jij dat doorzag. Als je het dan hebt over hoe maak je een zootje van je leven... Ik had Vivienne behoorlijk gekwetst. En ze was niet de enige die ik bij nader inzien minder goed kende dan ik dacht. Ik had mezelf namelijk ook verkeerd ingeschat. Vivi, juffrouw? Entree! Dat betekent, kom binnen. Het spijt me dat ik gelogen heb. Komt u nog naar het feestje? Mijn moeder vindt het prima. Het lijkt me niet zo'n goed idee. Bovendien heb ik echt nog een heleboel werk liggen. Ik heb spijt van wat ik heb gezegd. Spijt is meestal zo'n banale emotie. Laat het los. Je hebt het gewoon zo gevoeld, meid. Maar luister nou, ik vind je tof. Je bent namelijk vet cool. Ashanti. Ik probeer net zo spontaan en vrij te denken als jij, maar dat ben ik niet. Je durft zo zwoel te dansen in cafés en... Ik ben iemand die... de andere kant op kijkt van schaamte. Sharon, vrij denken en zo gaat niet over dansen in cafés, artiest zijn en gek doen. Het gaat over wie je werkelijk bent. Gefeliciteerd! Ja, moeders, gefeliciteerd flapstaart. Oké, wie wil het eerste stuk taart? Sharon! Net als ieder jaar... Sorry dat ik zo dom deed laatst. Wel nee, je had gelijk. Oh ja? Je zette ons aan tot nadenken, om eens iets meer creatief te zijn. Joost en ik hebben iets bedacht waar mama zelf nooit op zou komen. Ja, we hebben een super cadeau. Laat zien dan. Ze heeft het nu aan. Laat eens even zien, mam. Oh, best hoor. Oh! Als gegoten. Jullie zijn toch zo attent altijd. Het meisje in de winkel noemde het helemaal in. Nou, het is in elk geval uniek. Tja, we wilden een keer links afslaan. Goed. Met zo'n blouse zou ik alleen nog maar keihard rechtdoor willen lopen.